Goedendag, welkom bij de podcast van HR Morgen. Vandaag State of the Art HR in samenwerking met het ontwikkelhuis. Mijn naam is Narada Bouwland en we gaan het hebben over sociale veiligheid. En uh, daarvoor word ik bijgestaan vandaag door Sonja Bakker. Goedemiddag, Sonja. Goedemiddag, fijn om er weer te zijn. Ja, ja, ja. Heb je er een beetje zin in vandaag? Zeker, zeker. Ja, goed zo, want we hebben een bijzonder onderwerp uh, ja. gekozen. Ik hoop dat dit ook het meest sociaal veilige webinar ooit wordt. Dus daar ga ik mijn best voor doen. Um, want de themakeuze van vandaag is sociale veiligheid. Ja. Um, en niet voor niks. Waarom heb je daarvoor gekozen vandaag? Ja, wij krijgen de vraag echt steeds vaker van uh, HR-professionals. Ja. Um, dat ze het thema natuurlijk in het werkveld uh, tegenkomen. Van HR-directeuren die uh, uh, he, toch vaak te maken hebben met een rapport wat geschreven is ja. door een externe partij, waar sociale veiligheid in wordt genoemd. Dus het thema wordt wel. Steeds urgenter, dus wij vonden het belangrijk om dit thema ook op te nemen in onze uh, post-HBO-opleiding uh, Strategisch ja. HR. En um, ja, daarom heb ik Manouche meegenomen, want ja. ik denk dat je daar naartoe wil dat ik uh, mijn buurvrouw ja, zeker, even ja. introduceer. Dus zeker. dit is Manouche. Ja, wil je wat dichter bij de microfoon komen ja. of een beetje naar je toe trekken? Ja, ja. ja. dus dit is Manouche en uh, wij hebben Manouche een tijdje geleden... Ontmoet en, uh, nou, ik vind dat zij heel gepassioneerd over dit onderwerp praat en dat ze het eigenlijk vanuit een aantal perspectieven bekijkt. Ja. En wat heel, uh, denk ik, interessant is voor uh, de luisteraar, de kijker. En, uh, nou, zij heeft een aantal workshops uh, voor ons uh, inmiddels al gegeven. En ja. uh, ik vond het heel leuk om, uh, ja, om haar hier uit te nodigen ja. met ons om over dit onderwerp te praten. En je dacht, dan moet ik uh, de rest van de HR-community in Nederland even deelgenoot van maken van. Uh... Van, on, van dit onderwerp en van ja, Mernoes. Zeker, ja. ja. Nou, helemaal goed. Ja, um, Mernoes, voordat ik uh, jou ga vragen om uh, um, iets meer toelichting te geven... over sociale veiligheid, richt ik mij eerst eventjes... tot onze kijkers en luisteraars. Um, want we hebben een interactieve sessie vandaag. Dus we hebben straks een aantal uh, stellingen. En dat vinden we heel leuk als je daarop reageert. Die gaan vanzelfsprekend over sociale veiligheid... Um, dus reageer in de chat op die stellingen. En dan kijken wij uh, hier meteen naar die opmerkingen die je maakt. En dan proberen wij die hier meteen uh, te behandelen. Um, dat vinden we leuk. Um, en voor de beste reactie van vandaag. Um ja, geven we een workshop weg voor de helft van de prijs. Ja. Want aan het einde van deze sessie gaan we je nog even inlichten over een workshop die wij gaan doen over dit onderwerp. En als je daar interesse in hebt, kan je, je dan daarvoor inschrijven. Uh, en voor de beste vraag, die krijgt dus uh, korting daarop. Dus um, nou, kom maar door met die, uh, met die vragen. Um, en dan ga ik nu wel naar Mernoes. Uh, Mernoes. Jij bent adviseur sociale veiligheid. Ik hoop dat je ons vandaag kunt helpen met die routekaart die we hebben beloofd richting sociale veiligheid voor organisaties. En er zitten natuurlijk allerlei verschillende elementen in van beleid en leiderschap en de rol van HR hierin. En dat, komt, dat gaat allemaal de revue vandaag passeren. Misschien goed even bij het begin te beginnen. Um, kunnen we het eventjes afkaderen? De sociale veiligheid. Uh, wat betekent dat? Waar begint dat en waar eindigt dat? Ja, dank je wel voor de vraag. Sociale veiligheid is uh, de basis, de basis van een gezonde organisatie. Hm. Het valt onder integrale veiligheid en het gaat over de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed veroorzaakt door menselijk handelen, ja. en zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, intimidatie, agressie en geweld. En naar mijn mening vallen ook de subtiele vormen van dergelijk gedrag hieronder. Dan heb ik het over de microagressies, want ook die kunnen een cumulatief effect hebben en de organisatiecultuur beïnvloeden. Ja. De wettelijke basis voor deze beschermingsplicht is voornamelijk te vinden in de arbeidsomstandighedenwet. Mm -hmm. en daarin worden alle werkgevers gevraagd om beleid te voeren. Uh, en in het kader van sociale veiligheid hebben we het dan over PSA-beleid. waarin uh, risico's op uh, ongewenst gedrag geïdentificeerd dienen te zijn. En op basis daarvan uh, dienen de werkgevers plan van aanpak te maken. en gerichte maatregelen nemen om die risico's zoveel mogelijk te voorkomen. Ja, oké. Okay. En. Um... Even zien, dus het is belangrijk, want um, je hebt verplichtingen op dit vlak hè, als organisatie uh, zijnde. Zowel vanuit de wet en regelgeving kennelijk, maar ook in, uh, in morele zin. Mm -hmm. uh, volgens mij staan uh, um, ja, wat een beetje wat vaak de media haalt, zijn alle extreme uh, misstanden. Maar mm -hmm. goed, volgens mij ligt het veel, zoals jij aangeeft, veel subtieler dan dat. Het gaat om het creëren van een veilige organisatie. Ja, ja. eigenlijk beide. Dus. Uh... Wat, wat interessant is om te benoemen is dat er uh, vrij recentelijk is er een onderzoek geweest uh, door de Nederlandse Arbeidsinspectie over, over uh, uh, risicofactoren omtrent uh, intern ongewenst gedrag. En uh, dat onderzoeksrapport, uh, ja, daaruit kun je concluderen dat er altijd kans is op ongewenst gedrag. Ja. Maar uh, de factoren en omstandigheden bepalen de mate waarin uh, een risico, risicofactor daadwerkelijk leidt tot ongewenst gedrag. Dus de risico's zijn er altijd. Dus uh, voorkomen is wel beter dan genezen. Maar daar waar we dingen niet kunnen voorkomen, is het ook belangrijk dat we meer leren investeren in hoe wij op constructieve wijze met conflicten kunnen omgaan en veiligheid weten te herstellen. Ja, want ik begrijp dat dat of het algemeen jouw pleidooi is, zoals je zegt. Um, want ik kan me voorstellen dat er nu HR-professionals zitten te kijken, die, die hebben nu een dossierlijstje voor, voor zich van, mm. oh jee, die, hier zit nog een element van onveiligheid waar ik nog iets mee moet en mm. hoe ga ik dat doen en moet ik adviezen winnen om dat aan te pakken. Mm -hmm. en, um, dus hoe, hoe, hoe wil je die, die dingen met elkaar verhouden? Hè? Dus zeg maar dat, uh, die, die incidenten die je moet aanpakken als, mm. um, als, als HR-professional versus uh, het inbedden van veiligheid in je organisatie. Hoe, hoe, hoe kun je daarmee beginnen? Uh, als je het hebt over waar begint sociale veiligheid uh, en waar eindigt het, dat was eigenlijk je oorspronkelijke vraag. Nou, voor mij begint het met uh, een oprechte intentie om ja. echt uh, met aandacht uh, met dit onderwerp bezig te zijn. Hè? Dan beginnen we met beleid maken. Ja. Maar zonder een oprechte intentie, dan wordt het snel afwinken en ja... De vraag ja, is of dat gaat leiden tot een gedragen beleid en uh, echt gedragsverandering binnen de organisatie. Ja. En waar eindigt het? Het is een cyclisch proces, dus in die zin uh, zullen we hier aan moeten werken. Um, maar uh, het beleid uh, en wat we hebben kan wel uh, aangepast worden. Dat kan wel naarmate er nieuwe veranderingen zijn binnen de organisatie, intern of extern, weer aangepast worden. Ja. Het begint wel uh, met een intentie en daarna beleid. Ja. Ja. Sociaal okay. veiligheidsbeleid. Oké, okay, nou nu ben ik ook heel benieuwd hoe onze kijkers uh, van vandaag erin zitten. Hè? Dus als jij op voorhand al een vraag hebt of een, een, een issue waarvan je denkt, nou dat wil, daar wil ik wel een vraag over stellen. Nou doe dat, want dan nemen we dat zeker ook uh, mee. Maar um, ik wil even naar, nu dat enigszins gekaderd hebt voor ons, wat de ontwikkelingen nou zijn op dit gebied. Um, welke ontwikkelingen zie jij? Nou, dit onderwerp uh, staat prominent uh, in de schijnwerpers. Je leest uh, elke dag iets hierover in het nieuws, ja. uh, wel vaak gerelateerd aan grensoverschrijdend gedrag in diverse plekken. Uh, jammer dat uh, de positieve ontwikkelingen zo onderbelicht blijven, want daar kunnen we ook van leren. Er zijn hoge organisaties die effectieve programma's hebben en hier goed mee, uh, mee aan de slag zijn. Ja. Um, kan je daar iets over een successtory of een aanpak die uh, succesvol is? Kan je daar iets over zeggen? Misschien in de loop van mijn. Uh, ja, ja? ja. oké. Okay. Um, Qua ontwikkelingen, een van de ontwikkelingen of uh, wat je vaak ziet, is dat organisaties inderdaad nu zoeken zijn naar handvaten om ja. uh, uh, hun sociale veiligheid uh, uh, te verbeteren. Uh, maar ze staan wel allemaal op verschillende punten op het spectrum van sociale veiligheid bevorderen. Ja. Dus uh, de een heeft al effectieve programma's, hè, die, die, die zijn echt aan de slag gegaan met het beleid en tegelijkertijd ook uh, met het uh, trainen van uh, leiders en ook de Medewerkers, bijvoorbeeld in de omstanderstraining. training. En, en anderen staan weer aan het begin van een reis. Ja. Dus uh, daarin zie je wel heel veel verschillen. En uh, verder, um, wat je ook ziet, is dat, um, dat veel organisaties in het kader van bevorderen van veiligheid zich vooral bezighouden met uh, het bestrijden van hetgeen wat ze ja, wat ongewenst is. Ja. En um, ja, ik gebruik voor de analogie van de tuin. Daar heb ik een keertje over verteld, volgens ja. mij. Um, stel je voor dat de werkomgeving een tuin is. Uh, het beheren van ongewenst gedrag is als uh, het uh, verwijderen van uh, onkruid. Ja. Uh, en dat is een noodzakelijke stap om een gezonde tuin te hebben. Maar uh, als, je, als we alleen maar onkruid blijven trekken, dan krijg je een kale tuin. Ja. Dus je wil tegelijkertijd ook uh, de zaden van veiligheid binnen de organisatie planten en die blijven voeden. En dan heb ik het met name over sociale steun binnen de organisatie vergroten, de psychologische veiligheid daaraan, aandacht aan besteden. Dus ook iets daarnaast zetten, in plaats van alleen maar uh, enkel focussen op het bestrijden. Want ze kunnen ook. Een evenwichtige aanpak ah. zou meer ten goede komen. Ja, dus de, de organisaties die aan zich bezig zijn met uh, goed werkgeverschap, die zullen sociale veiligheid in ieder geval op de agenda hebben, verwacht ik. Denk je dat ook? Ja, ik denk dat veel organisaties zich nu uh, bezighouden met het ja. thema. Ja, oké. Okay. Sonja, wat zie jij op dit vlak? Wat zijn de ontwikkelingen die jij uh, ziet? Nou, ik is helemaal eens dat veel meer organisaties dit uh, thema op uh, de agenda hebben. En ik denk ook uh, super goed. Ja. Ik zie ook wel dat er vaak uh, vrij instrumenteel uh, wordt uh, gekozen. Dus, dus het maken van het beleid. Uh, uh, het geven van uh, uh, korte uh, trainingen aan, uh, uh, aan HR. En, en, en tegelijkertijd. Uh, waar we het vorige keer volgens mij ook over hadden. Veiligheid zit zo in mij. Ook in hè, hoe ik opgegroeid ben. Hoe ik gevormd ben. Wie ouder figuren in mijn leven zijn geweest. En de, de mate waarop ik me in mijn ontwikkeling veilig en onveilig heb gevoeld. Ja. En dat gaat over zoveel meer dan, hè, dan grensoverschrijdend uh, gedrag. Ja. Dus wat ik veel zie is dat het. Thema. Het, het wordt snel gebruikt nu als een middel om een gesprek soms ook dood te slaan. Van, oh ja, ja jij ja. zegt iets tegen mij. Ik voel me daar onveilig bij. Ik speel de kaart. Het voelt onveilig en ja, de ander precies. zit eigenlijk een beetje dan met zijn handen in het haar. Dus we zijn een beetje uh, onbewust, onbekwaam en soms ja. bewust onbekwaam op dit uh, gebied. Dus we gaan ons dan. En dat, ik denk dat dat supergoed is dat we ons gaan bekwamen in, in dat beleid. En, en er zit zeker ook een instrumenteel stuk bij. Maar het gaat ook zo over alle mensen die wel onderdeel in deze organisatie zijn. Ja. En we zien natuurlijk wel dat het effect heeft. Hè? Dus de, de hoge ziekteverzuimaantallen. waar we mee te maken hebben. of het verloop van personeel. En hè, dus mensen gaan gewoon sneller van baan wisselen als het gewoon. Ja, niet naar hun zin hebben. Hè? Dus die cijfers waarom medewerkers weggaan bij een werkgever, ja. liggen er niet om. En liggen er ook niet om. Dat het heel vaak ook gewoon met de leidinggevende te maken heeft. Ja. Dus ik denk dat een ieder in een organisatie iets te doen heeft. Aan zowel veiligheid in zichzelf te creëren. Ja. en ook tools te krijgen hoe je dat ook in gesprek kunt brengen. waardoor je het met elkaar ook veiliger kunt maken. Ja. En op dat vlak zie ik nog niet zoveel gebeuren. maar ik zie wel heel veel. Uh, uh, wel het beleid. en nou ja, het is ook natuurlijk wetgeving die er is gekomen. waardoor je ook verplicht bent om er iets mee te doen. Ja, ik vind het interessant dat je noemt. Uh... Of we moeten denk ik voor oppassen dat het niet een containerbegrip wordt. Nee. Alles wat er misgaat in een organisatie heeft met, met veiligheid te maken. Dat lijkt me dan uh, ook weer niet. Ik zie vaak ook voorbeelden dat iemand zegt. Ja, ik, ik vroeg waarom, iemand, waarom een medewerker te laat was. En die gaf vervolgens aan dat hij zich de, door die vraag onveilig voelde. Dat lijkt me op een gegeven moment ook wel een beetje uh, ingewikkeld. Ik wil hem even nog wat heel, even een heel stuk groter maken. Want jij maakt hem nu heel klein, hè? jij en ik en de organisatie, maar even veel groter gezien. Um, hè, we komen uit het MeToo tijdperk of zitten we nog middenin. We komen uit het Black Lives Matter tijdperk. Uh, zitten we ook nog in de staat van. Uh, maar nu hebben we, op een nu hebben we ook een, een ruk naar rechts hè, politiek uh, gezien. Dus denk jij nou dat, het, dat dit thema even zo belangrijk blijft of, of, of gaat, dat toch, gaat die nuance toch een andere kant op uh, de komende tijd vorig jaar? Nou, ik denk zelf wel dat het voorlopig nog even belangrijk blijft, maar ja. ik, ik zou denk ik helemaal anders willen framen. Ik denk dat het gewoon een basisbehoefte, een fundament is waarop ja. je in organisaties gaat bouwen. Want ergens als die veiligheid niet geregeld is in organisaties, ja. dan kan je heel veel geld uitgeven aan leiderschapsontwikkeling uh, of je geeft heel veel geld uit om het ziekteverzuimen te bestrijden. Terwijl je beter eigenlijk gewoon een heel goed fundament van dat stuk sociale veiligheid neer kan leggen, waarop je een vruchtbare bodem hebt om op te kunnen bouwen met een aantal andere HR-instrumenten. Ja. Dus ik denk wel dat het op een gegeven moment gewoon ja, onderdeel is van uh, nou ja, het dagelijkse werk en dat het gewoner gaat worden. Ja. Maar ik denk niet dat we er zijn. Ik denk nee. dat ze nog wel wat te doen hebben. Ja, ja, we hebben nog wel stappen te maken om dat echt goed ingebed te krijgen yeah. in, een, in een organisatie. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij dat zou aanpakken, Mernoes. En daarom gaan we naar de eerste stelling van vandaag. Uh, dus beste kijkers, uh, lees eventjes uh, mee. Um, want Mernoes. Die uh, maakt in haar aanpak onderscheid tussen uh, cultuur, beleid en ervaring. En ik wil even bij dat beleid beginnen. Uh, dat is de eerste stelling. Een Zero Tolerance beleid is, het meest is de meest effectieve benadering om ongewenst gedrag in de organisatie tegen te gaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe onze kijkers uh, daarover denken. Dus reageer vooral daarop in uh, de chat. Um, en dan aan jou de vraag. Uh, misschien eerst even een korte reactie op die, op die stelling. Hè? Of, of doe dat maar straks. Maar kan je iets meer vertellen over die aanpak, dus dat onderscheid tussen cultuur, beleid en ervaring. Ja, uh, zeker. Kijk, sociale veiligheidsvraagstukken zijn vaak complexe vraagstukken. Ja. En uh, ik vind het waardevol om zo'n onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Dus uh, vandaar dat ik in mijn eigen werkwijze daar een uh, ja, model voor heb gemaakt. Een okay. driedig model. Uh, beleid uh, gaat met name over, alle, over alles wat er. Uh, wat, de wat, wat er op papier geregeld is, geregeld en gecommuniceerd is. Dus dan hebben we het over de infrastructurele uh, uh, onderdelen van veiligheid. Um, denk aan sociaal veiligheidsbeleid, denk, denk aan uh, omgangsvormen, uh, gedragsregels, meld- en uh, klachtregelingen, uh, maar ook het uh, in kaart brengen van het sociaal veiligheidslandschap binnen de organisatie en de sociaal veiligheidsactoren. Dus dat heel alles wat... Wat, van wat bedoel je met de sociale Veiligheidslandschap, wat betekent dat? Nou, uh, dus stel, we hebben het over beschermingsplicht. Uh, uh, dat doe je preventief door, beval, door beleid op te stellen. Maar goed, het, het kan voorkomen en het komt ook vaak voor dat mensen zich toch op een of andere reden onveilig voelen. Nou, waar kunnen ze dan terecht? Ja. Bij wie kunnen ze dat melden? Uh, welke routes uh, zijn beschikbaar? Ja, okay. Dus daar gaat het om duidelijk. en hoe dat gecommuniceerd is. Het ja. is niet alleen belangrijk dat die WGR's zijn open zijn, maar dat ze ook vindbaar zijn voor mensen. Ja, oké, okay. duidelijk. Um, dus beleid is uh, de de infrastructuur, uh, bestaat onder andere uit het landschap. Um, en dan genereer ik met de ChatGPT een, 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 een sociale veiligheid beleid. Ik weet niet of hij al zo ver up-to-date is dat hij dat al kan kan doen. Waarschijnlijk niet. Uh, ja. <laughs> uh, en dan en dan, uh, en dan heb je beleid. Dus dan heb je het op papier geregeld. Ja. En dan is het vraag. Gaan we nu al naar de. Ja, als je wil. ja En dan is het. Uh, dus het tweede element is cultuur. En cultuur gaat met name over gedrag. Okay. Bij gedrag heb ik het over uh, denk- en gedragspatronen, maar ook leerpatronen. Ja. Dus uh, bij element hebben we, of bij beleid hebben we alles op papier geregeld. Dus het gaat om de ges geschreven regels binnen de organisatie. Bij cultuur gaat het om hoe gaan mensen om? met die geschreven regels. Ja. Uh, hoe verhouden ze zich? Hoe, hoe gedragen ze zich ten opzichte van die regels? Ja, ja. Het uh, um, ja, dus worden... van een papieren realiteit... naar de, naar de echte realiteit. Of, of een dan? andere, ja. ja. Dus in ieder geval, soms, is het een, soms is er een gap... Uh, tussen geschreven en gewoon geschreven. Ja. Dus uh, als, je dan, als je het hebt over trainingen... passen mensen toe... hetgeen wat ze geleerd hebben tijdens trainingen. Als ze het hebben over aanspreekcultuur... gebeurt dat ook. En een ander element daarvan is ook hoe organisaties zelf omgaan met die geschreven regels. Ja. Dus als zij zeggen van, ja, grensoverschrijdend gedrag door dus zero, zero uh, uh, tolerance beleid, Maar hoe, hoe doen ze dat dan echt in de praktijk? Ja. Uh, en hoe volgen ze een melding op? Dus wat is hun beleid daarin en hun gedrag daarin? En leren ze ook van, ja. van, van uh, alle incidenten en? Uh, nee, dingen die ze meemaken op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Ja, dus sociale veiligheid. Okay. Dus het leren is ook een onderdeel ja. daarvan. Oké, okay, voordat we verder gaan op, op die elementen nog even terug naar dat stukje beleid. Want wat is uh, jouw reactie op uh, deze stelling? Dus uh, zero tolerance is de enige manier om het allemaal te voorkomen, eens of niet eens. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Okay. Uh, want uh, uh, het is. Beleid zonder uh, bewustwordingsprogramma's, trainingen. Dus je moet ook mensen meenemen. Ja. En je moet het beleid ook communiceren. En beleid moet ook een, uh, er moet een link zijn tussen mensen en het beleid. Dus het moet gedragen zijn ja. in ieder geval. Ja, het ene kan niet zonder het, uh, nee. zonder het ander. Ja, ja. Oké. Okay. Um, zal ik meteen die tweede stelling over cultuur er dan uh, bij pakken? Want um, ik kan me voorstellen dat als je aandacht besteedt aan sociale veiligheid, dat je collega's, uh, managers, medewerkers in de organisatie tegenkomt... die zeggen van ja, hallo, maar gaat dit wel, gaat dit wel helpen... bij de prestaties die wij hier moeten leveren? Um, dus dat is de volgende stelling. Mm -hmm. Een organisatie met een sterke nadruk op prestaties... kan leiden tot minder sociaal veilige werkomgeving. Um, ja, dat vind ik heel interessant. Want dat is ook weer wat je heel vaak terugziet in, uh, in de media... Hè, de, 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 uh, um, bijvoorbeeld, de, wat was het, een, een ziekenhuis, uh, die heeft uh, onderzoek gedaan, omdat daar onder de chirurgen misstanden waren, mm. uh, co-assistenten zich niet, uh, niet veilig voelden. Dus dat spreekt, dat spreekt heel erg tot de verbeelding. Want zeker die cultuur staat bekend om zijn uh, nou ja, hun masculiniteit, uh, hiërarchie, uh, pickorde, en uh, nou, noem allemaal die, die, uh, ja, die prestatietermen maar op. Mm. Um, hoe uh, dus dat is eerst even de vraag dus aan onze uh, kijkers hoe zij daarin staan. Als ze denken dat dat samen kan gaan. Zo'n uh, nadruk op prestaties met een so sociaal veilige werkomgeving. Maar wat, wat denk jij daarvan? Wat was de wat was stelling ook? Of, het uh, nog dus, is, uh, of prestaties samen uh, kunnen gaan met een sociaal veilige werkomgeving. Of dat dat niet kan. Ja, ik denk. Ik denk het wel. Ik denk uh, sociale veiligheid is in een veilige omgeving. Ja, de, de kans dat je beter presteert, uh, wordt groter. Uh, omdat je niet afgeleid wordt door uh, ja, allerlei stressoren die, uh, waar je mee uh, moet dealen. Ja, maar dan heb, ik je, en heb je een algemeen directeur tegenover je zitten. Misschien ken je ze, Sonja, die zegt dan: Ja, uh, hallo, het is hier geen theekransje. We moeten hier gewoon knallen. Het gaat hier om het resultaat. Als het je niet bevalt, weet je wat je lekker doet? Dan ga je lekker weg. Mm. Dit is gewoon de manier hoe wij hier met elkaar omgaan. Uh, en dan ga je maar gewoon lekker bij een andere organisatie werken. Mm. Ja, dus, er is, dus, dus, dus dat, het is een leuke perspectief wat je inbrengt. Ja. Uh, maar het gaat best wel snel altijd over de dader en het slachtoffer. Ja. Terwijl uh, het volgens mij veel verder gaat dan dader en slachtoffer in de praktijk. Want hè, aan zo'n MT-tafel zitten meerdere mensen. Dus ja. jij liet het woord uh, bijstander al uh, vallen. Mm -hmm. Als je hè, vanuit de transactionele analyse-model waar we veel uh, mee werken. Hè, Heel veel HR-professionals die kijken, die kennen dat, de slachtoffer, aanklager, redder. Dus je komt eigenlijk in zo'n drama driehoek met elkaar terecht. En de kunst is dat je uit zo'n drama-driehoek kunt stappen. En dat vraagt vaardigheden van zo'n directeur. Het vraagt vaardigheden ook van degene die bekritiseerd wordt. Maar het vraagt vooral ook vaardigheden van de mensen die daar ook omheen zijn. Want je kunt je voorstellen dat die directeur die zit al waarschijnlijk redelijk in zijn overlevingsmechanisme, dus ja. is, is minder in staat om uh, uh, nog even goed na te denken of even te voelen, vooral het voelen. En het slachtoffer idem dito, dus degene die uh, uitgekafferd uh, wordt. Ja. Dus. Doordat zij allebei in zo'n stressreactie eh, schieten, dan neemt eigenlijk bij direct natuurlijk het leervermogen af. En eigenlijk vragen we dan ja, dader slachtoffers. We willen eigenlijk dat jullie vol in het leervermogen de dialoog starten om het veiliger met elkaar te maken. Ja, ja. Dat is best wel, uh, hè. Dus het kan, maar dat vraagt wel uh, het leren van vaardigheden. Maar je kan ook focussen op wat doen de mensen daaromheen. Dus de omstanders hebben natuurlijk ook een verantwoordelijkheid uh, daarin. Ja. En die zijn daar natuurlijk heel vaak niet van bewust dat doordat je niet zegt en het laat bestaan, is dat je ook onderdeel bent van de onveilige cultuur die er op dat moment uh, ontstaat. Ja. Dus op het moment dat je uh, he, dat in je cultuur echt dat leervermogen weet aan te spreken. Verder dan alleen maar degene die het uh, betreffen, dan heb je eigenlijk heel veel in handen om uh, uh, situaties veiliger te maken voor mensen die daar op dat moment zelf misschien niet meer zo goed in staat uh, toe zijn. Ja, en dat is een interessant perspectief. Want dan uh, misschien even vanuit, denk het vanuit de HR Professional, niet vanuit zijn vak, maar vanuit uh, de mens. Um, als je maar um, ja, als er dingen zijn waar... Uh, ja, we kennen misschien allemaal die situatie wel. Dat er dingen gebeuren die een beetje op het randje zijn. Ja. Um, ja, 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 ga ik daar nu een opmerking over maken uh, of niet? Um, moet ik daar dan als haar Air Professional het goede voorbeeld geven? Dat we uh, een aanspreekcultuur hebben of... Ja, of laat ik het gewoon afglijden en dan hoop ik dat dit gewoon geen probleem wordt, want dan hoef ik hier ook niks mee. Dat scheelt, uh, scheelt mij ook weer stress. Nee, maar ik denk wel dat, dus wat ik net zei over waar je zo vandaan komt en hoe je gevormd bent en hoe veiligheid ja. in jou zit. Maakt hè, dat, dat, dat uh, de een gevoeliger dan de ander misschien reageert op die situatie. Ja. Dus het is natuurlijk altijd super belangrijk om ook te toetsen bij diegene of die dat ook grensoverschrijdend ervaart. Want ja. misschien ervaar ik het wel veel eerder grensoverschrijdend dan dat jij dat uh, ervaart. Dus voordat een ander de aannames in gaat doen, is de kunst natuurlijk gewoon dat je elkaar ook soms gewoon een goede vragen, een oprechte goede ja. vragen kan stellen... waardoor er nou ja, eigenlijk het perspectief groter wordt. Ja. En daar hebben HR-professionals wel echt een belangrijke taak in. Dus, 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 dus uh, HR is vaak uitgenodigd uh, aan zo'n MT-tafel... of neemt er vol deel in. Ja. Maar HR-professionals vinden het soms wel spannend... om die vraag te stellen... Uh, uh, waardoor de situatie uh, uit een drama-driehoek... Uh, ja, dus dat het drama er ook eigenlijk opgeheven wordt. Ja, ja dit vind ik interessant. Nu kunnen we hem even heel klein maken. Uh, dus ik zie het gebeuren. Um, Manoush, wat als jij mijn coach zou zijn op dit uh, vlak, hoe, hoe gedraag ik mij hierin? Uh, ik heb twee collega's. De een zegt iets tegen de ander: van ik denk, hmm, en dan? En dan: uh, het, is, het is allereerst het is belangrijk dat jij je veilig voelt bij de stap die jij neemt. Ja. Anders uh, werkt dat niet. Uh, wat ik sowieso vaak hoor is dat, het, dat mensen vaak denken dat als ze zelf niet direct betrokken zijn, dat, ze, dat het er niks aan gaat. Dat is niet waar. Sociaal veiligheid is een sociaal fenomeen. Ja. En uh, het raakt iedereen in meer of mindere mate. Niet altijd, maar wel vaak. Je bent onderdeel van de cultuur. Dus in die zin is het, is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja. Um, je hebt meerdere, meerdere opties. Uh, je, je kan ook op, subtiele manieren, uh, op een subtiele manier uh, laten weten dat je het gezien hebt. Ja. He, dat dat het kan ook het verschil maken. Want nee, is het wel oké? Okay? Uh, ik, ik zie iets gebeuren. Ja. Uh, zijn jullie er oké okay mee? Of ik kan ook zie naast iemand gaan staan he, als een teken van support. Wanneer je ziet bijvoorbeeld dat iemand gepest wordt. Of of iets zegt wat ja, je niet. Kan, helemaal... ja, je kan fysiek ruimte innemen bij die persoon ja, als. Ja, uh, ja, 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 dat vind ik ja, ook ja. interessant. Dus je hoeft niet gelijk iemand direct aan te spreken. Je kan ook uh, met je non-verbaal gedrag uh, kun je ook uh, support uh, laten ervaren. Het ja. gaat om dat je veiligheid creëert en deescalerend. Uh, het kan ook zijn dat je iemand anders uh, vraagt uh, om mee te kijken. Ja ja dus uh, naast iemand gaan staan iemand even in de ogen kijken en is communiceren van ja. gaat het gaat ja. het was dit oké okay? ja, ja oké okay. um, even zien. we hebben zo meteen nog een nog stelling maar ik wil heel even bij jou checken uh, merlouche of jij nog iets meer kwijt wil over dat cultuur als aspect mm -hmm. wat het net over uh, macht en afhankelijkheid en wat in uh, sommige sectoren heel uh, belangrijk is wil je daar nog iets uh, over delen of in relatie tot productiviteit anders ga ik naar de volgende stelling met jouw toestemming ja ja. Maar naar de okay. Okay. Even kijken, heel ver, ik heb ik nog een reactie heb. Ik zie dat uh, Bram die heeft zijn visie gedeeld hierop. Dus uh, mijn dank daarvoor. Uh, en hier zegt nog iemand: haar kan goed waarnemen en waar spanning zit in de organisatie. Uh, en een actieve uh, rol kan daarbij helpen. Je hoeft niet te wachten op daadwerkelijk gedrag. Oké, okay. nou dat vind ik. Uh, uh, volgens mij zitten we dan uh, op hetzelfde spoor met yeah. z'n allen. Um, nou dan gaan we naar de uh, volgende stelling. En dat ging eigenlijk over die omstander die jij al aanhaalde, Sonja. Uh, en het, uh, de stelling is, het is de verantwoordelijkheid van collega's om in te grijpen als ze getuigen zijn van onveilig gedrag op de werkvloer. Dus deze stelling is wel net eventjes iets strenger voor de, voor de omstander. Hè. Die maakt mm. het uh, niet een nice to have, maar een, uh, maar een verantwoordelijkheid. Dus ik ben benieuwd of um, die, uh, die visie gedeeld wordt onder onze kijkers vandaag. Um, zal ik dan bij jou beginnen, Sonja? Wat is jouw reactie op die stelling? Mag je het een verantwoordelijkheid maken van alle medewerkers? Ja, ik heb altijd een beetje het stellingen. Ik snap dat ik mede-regisseur van ja. dit hele concept ben, ja. maar het is, ik, bedoel, ik geloof niet zo in polariseren. Ja. Dat doen we nu wel een beetje bewust. Dus ik zou hem niet zo zwart-wit willen framen, maar... Uh, ja, ik denk wel dat het bewustzijn dat je verantwoordelijkheid hebt als omstander, als je dat weet te, te vergroten in organisaties, dat je echt een ontzettende uh, uh, impact maakt op de cultuur die er is. Want het is eigenlijk zijn heel veel mensen daar gewoon helemaal niet van bewust ja. dat je daar gewoon aan kan bijdragen. Dus er ligt eigenlijk gewoon heel veel potentie in een organisatie als je dat weet te benutten in relatie met gewoon het thema sociale veiligheid. Ja. Want dus dat is helemaal geen onwil van mensen. Want ik geloof zeker dat mensen daar absoluut ook verantwoordelijkheid voor willen nemen. Maar als je het gewoon niet weet dat, dat je impact kan maken door inderdaad naast iemand te staan of even echt te vragen van goh, kwam deze hè, opmerking ja. nou bij jou binnen? Heb je iets nodig? Zonder zelf in die reddersrol eh, te schieten. Hm. Dat zou ik wel voor willen waken. Mm -hmm. Zouden we een andere hele goede sessie over kunnen <laughs> houden. Nee, dus echt het vergroten van autonomie van uh, uh, ieder individu in, je, in de organisatie is, ja, is heel erg helpend. Ja, ja oké. Okay. Um, en dan ga ik weer even terug naar jou, Mernoes. En of je de microfoon even een beetje mm -hmm. goed voor je wil zetten. Um, want ik snap wat Sonja zegt, maar ik heb wel nog even nodig. Hoe maak ik het concreet? Want mij doet het persoonlijk denken aan... Uh, informatieveiligheid. Hè. Ik heb vroeg bij een IT-bedrijf gewerkt en dan werd, wat, werd dat nou nog veel belangrijker gemaakt dan sociale veiligheid. Ook wel belangrijk gemaakt, maar mm. dat, ging, uh, mm. dat was dan altijd het onderwerp. Maar daar was een hele structuur voor. Er werd om de zoveel tijd besproken. Er uh, werden trainingen voor gegeven. Mensen moesten daar sessies voor bijwonen. En die sessies werden bijgehouden, mm. uh, wie er waar, waar aanwezig was. En aan de ene kant dacht ik daarbij van, jeetje, wat zijn dat veel verplichtingen voor mij als medewerker. Want het enige wat ik moet doen is toch gewoon een wachtwoord instellen op mijn laptop. En dan hoef ik dit allemaal toch eigenlijk niet te doen. Maar doordat ik toch zoveel aandacht kreeg, had ik wel altijd het gevoel van, um, uh, werd het wel steeds voor mij concreet gemaakt. Van, hé, hey, uh, oh ja, dit soort situaties, die zijn belangrijk. Daar zou ik dan iets mee kunnen. Dan zou ik dit en dit mee kunnen doen. Zou je ook zoiets adviseren voor uh, sociale veiligheid? Omdat, uh, of wat is jouw idee bij het echt embedden van die sociale veiligheid in je organisatie? En vooral in relatie dan tot de rol van de bijstanders, wat ja, je ja, nu uh, bedoelt, ja. toch? Ja. 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 Um, bijstanders, zoals ik zei, ze hebben meerdere mogelijkheden. Allereerst is het dus belangrijk dat je veil zelf veilig voelt bij de actie die je gaat ondernemen. Ja. Dus als dat er niet is, dan gaat dat niet werken. Um, en um, ja, er, er zijn een aantal strategieën die, die, die je kan leren om toe te passen. Ja. Um, dus je kan iemand direct aanspreken. Je kan uh, iemand anders erbij halen. Je kan... Uh, Ik spreek niet zo gauw over slachtoffer en daders. Maar last, iemand die last veroorzaakt en anderen die last ondervindt. Um, maar soms is het ook gewoon goed wanneer je... Kijk, het gaat om eigenlijk je inlevingsvermogen en je laten raken door wat je ziet en ervaart. Ja. En als je dat toelaat, eh, dan, dan ontstaat er ook moed en vertrouwen om een gepaste actie te ondernemen. Wat past. Ja. Eh, niet een overreactie, maar ook niet geen onderreactie. En om dat te kunnen ervaren, moet je op dat moment wel laten raken ja. door wat je, uh, wat je ervaart. En vaak eh, wanneer we iets zien waar we ongemakkelijk van worden, ja, willen we. Dat wegstoppen, niet voelen. En daardoor raken we ook contact kwijt. met, uh, met uh, hoe het voor ons voelt en wat we zelf zouden willen. En vaak eh, hoor ik vragen: van, hoe kan ik iemand aanspreken? Ik vraag, ik draai die vraag om: van hoe, hoe zou je zelf aangesproken willen worden? Wat heb jij nodig om te beseffen dat. Uh, dat er een bepaalde dynamiek uh, gaande is... of dat, dat je opmerking, een bepaalde reactie hebt. Uh, soms, vaak gaat het ook heel onbewust. Hè. Soms mens, zijn mensen zich niet ervan bewust... Uh, dat ze iets gezegd hebben of iets gedaan hebben... waardoor de andere zich mogelijk ja, onveilig of uh, gestrest uh, heeft gevoeld. Ja. Ja. En is dat ook wat jij bedoelt met die, die derde bouwsteen van jouw aanpak uh, ervaring. ervaring? Of uh, gaat het nog breder dan dat? Nou, ervaring gaat over, uh, ik zie het als de, uh, de fenomenolog fenomenologische kant van, uh, van sociale veiligheid. De veiligheid is vrij subjectief, een subjectieve ervaring. Um, en uh, het ontstaat in contact en in verbinding. Ja, en uh, in interpersoonlijke relaties. Dus. Um, we hebben er niet altijd, omdat het een gevoelservaring is, hebben we daar niet altijd direct uh, invloed op. Wat we wel kunnen doen, is de juiste randvoorwaarden voor creëren. In contact bijvoorbeeld. Veiligheid um, of ervaring is daar waar klimaatverandering echt plaatsvindt binnen de organisatie. Het uh, is vaak niet. Uh, uh, je kan het niet in harde, of in concrete cijfers uitdrukken, maar het is de meer de kwalitatieve ervaring, uh, component van veiligheid. Ja. En dat ontstaat in contact. Dus het gaat niet om altijd om wat we doen, maar hoe we het doen. Je kan een vraag stellen op een manier dat het veiligheid creëert of juist meer onveiligheid creëert. Ja. Ja. Okay. In die zin is het belangrijk om het vanuit het juiste vertrekpunt. Laatste doen. Ja, duidelijk. Volgens mij heb ik hem. Ik ga ook even bij uh, uh, onze kijkers kijken of het kwartje ook is uh, gevallen. Dus als je hier nog een vraag over hebt, stel die vooral. Ik heb een opmerking uh, of ik heb een vraag van Jolanda. Uh, uh, hoe blijf je als verantwoordelijk bijstander neutraal tussen veroorzaker en ondervinder? Ja. ja. Nou, ik denk dat het uh, volgens mij wel aansluit bij wat Mernoes net vertelt. Hè? Dus dat je als bijstander iets kunt doen op het moment dat het wel ook voor jou veilig uh, voelt. Dus volgens ja. mij hè, heb je inderdaad wel even te voelen of dat zo is. Maar wat vaak soms echt al heel erg helpend is, is om tegen iemand te zeggen: van... Goh, ik zie dat je geraakt bent. Kan ik iets voor je doen? Ja. Het is dus. dus aan de ene kant gaat het erover dat je de autonomie. Uh, 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 ja, niet uh, berooft. Niet berooft, nee, precies. Dus dat het uh, bevorderend uh, is. Ja. Maar ook wel even stilstaan bij dat, dat diegene ook wel geraakt is in onveiligheid. Dus erkenning ja. voor wat je ziet uh, is natuurlijk super belangrijk. Zodat de persoon die geraakt is, daar kan ook de stressreactie er dan even af. Want als ja. iemand vol in overleving zit. Dan is het. He, dat is bij ons allemaal. Dan, dan vernauw, vernauwt het leervermogen natuurlijk heel erg. Dus ja. eerst even gewoon erkenning voor wat je hebt gezien. En een vraag stellen wat iemand nodig uh, heeft. Zonder dat je er überhaupt iets over zegt wat je er zelf bij ervaren hebt. He. Dus ja. dat neutraal blijven is natuurlijk superbelangrijk. Ja, ja, dat neutraal blijven. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat als je. Uh, uh, supporter wil zijn voor iemand dat je, je ook zegt van ja ik vond het ook echt absoluut niet kunnen wat daar gebeurt yeah. en dat gaat en dat is dan, dan snel heb je een nieuwe drama op, uh, driehoek ja, ja. ja. heb je partij gekozen ja dan wordt het probleem alleen maar groter oké okay. nee als je het drama driehoek blijft is niet uh, autonomie bevorderen ja. uh, kan ja. ik vertellen wow. ja het is wel, wel leuk <laughs> of niet <laughs> nou ja. of liever net niet hoe je het ziet ja, ja. ja. oké okay. um, wat vind je van Sonja de commentaar nou, ja, helemaal mee eens. En misschien zou het ons allemaal helpen om ons te beseffen dat we in een leerproces zitten. Ja. We zijn aan het leren en, eh, en iets wat ons vaak tegenhoudt om, om, om eh, in, in ons leerproces is angst om fouten te maken. Ja. Eh, alsof die fouten dan gelijk zo onherstelbaar zijn. Ja. Terwijl wanneer je dingen in contact doet, eh, dan, dan ja. Iemand kan zeggen: Ja, nee, daar heb ik geen behoefte aan. Of, of juist wel, dank je wel. Achteraf. Ja. Dus uh, ja, het zou wel fijn zijn of meer vanuit compassie en zelfcompassie ook uh, meer ruimte maken om. ja... Yeah, dit kunnen leren en de ene keer zal het wel uh, goed verlopen, andere keer misschien minder goed wanneer je ja, en uh, zo ja, ja. Als je doet en leer, je ja precies. Nee, nee. Oké, okay. ik heb nog een vraag van uh, Liz. Um, die vraagt: hoe ga je om met iemand die veel onveiligheid ervaart, zonder dat objectief gezien er iets aan de hand is uh, of iets daar aanleiding toe geeft? Bijvoorbeeld een persoon heeft de indruk dat er continu over uh, hem of haar gepraat wordt. Ja. Ik ja, mijn wel aan. Ja, lekker concreet. Okay. Dankjewel, Liz. Ja, het is, het is wel con concreet, maar heel weinig context. Hè? Dus ja, ja wat voor ja. algemene uitspraken kan ik daarover maken? Ja. Nou ja, dus hoe zou je als HR-professional mee om moeten gaan? Want ik kan me voorstellen dat, je, als, dat Liz bezig is met een, met een beleid, dat het in ieder geval gemeld kan worden. Mm. Dat je, of mijn ervaring daarbij is ook dat dan men daarbij zegt: van ja, we kunnen waarheidsvinding. Is niet echt helemaal in scope om te zoeken wie heeft er gelijk en wordt er echt over jou achter je rug omgepraat. Uh, ja, je, je wil geen detective van de organisatie zijn, lijkt mij. Dat wil je als HR-professional niet op je schouder hebben. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat je een gesprek uh, faciliteert. Dus ja. ergens zal het in gesprek gebracht moeten worden. En dat ligt natuurlijk wel een beetje. Dat is natuurlijk afhankelijk van hoe degene het zelf ervaart, hè? die. Die onveiligheid ervaart omdat anderen over hem uh, of haar uh, praten. Ja. Maar ergens naar de mogelijkheid samen met hem kijken hè, of dit in gesprek gebracht kan worden, uh, is natuurlijk een hele mooie manier om te kijken of de angel eruit uh, gehaald uh, kan worden. Ja. Uh, maar ja, ik had laatst ook een voorbeeld. En dan, hè, dan zijn er twee uh, medewerkers die één medewerker beste vanwege he, culturele achtergrond. Mm -hmm. En uh, dat is super lastig. Er zijn daar natuurlijk he, onderling al best wel heel veel gesprekken over geweest. Of zij heeft best wel een aantal keer aangegeven he, daar, niet, uh, he, daar niet prettig uh, bij te voelen. Ja. En dan is het eigenlijk ook nog best wel een rol weggelegd, ook voor de leidinggevende. Dus we zitten natuurlijk in zo'n casus, hè, die we natuurlijk nu inderdaad op, op uh, beeld krijgen. en ja. daarin natuurlijk nog wat weinig context is. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel actoren vaak betrokken bij een situatie. En ergens kun je dat hè, uh, uh, in kaart brengen. En ik, ik zou vooral ook zeggen dat als je er niet uitkomt. er zijn natuurlijk wel vertrouwenspersonen die hier superveel ervaring in hebben. Dus schroom ja. niet om ook eens een keer een vertrouwenspersoon te bellen. die honderden van dit soort situaties aan de hand hebben gehad. En daarmee ook vaak gewoon nog veel meer ervaring in dit soort situaties. Want ja, dat zien we het, ja. gelukkig wel. Dat hè, Dus ja. dat echt, nou ja, ik wil niet zeggen alle organisaties... maar steeds meer organisaties hebben gewoon een externe vertrouwenspersoon. En dat is volgens mij na de MeToo-beweging enorm op gang gekomen. Ja, precies. En ja. ik denk dat dat echt super waardevol is. Dus ik zou ook zeggen van... probeer te kijken of je hun expertise ook gewoon kan inzetten in dit soort casussen... Iemand ook doorverwijzen rechtstreeks. Hè. Soms kan het zijn dat iemand toch een drempel voelt om het concreet te maken als zij of hij uh, met een HR-professional praten. Dus ja. je kan ook iemand doorverwijzen aan een vertrouwenspersoon, zodat ze daar in een vertrouwelijke omgeving hun verhaal kunnen. En van daaruit ook hè, iemand die met hen kan meekijken uh, en meedenken in de acties die ze kunnen nemen. Ja. En vaak wat, wat ook mee kan spelen is als iemand eerder gelijksoortige ervaringen heeft, mm -hmm. kan er een soort... Referentiekader ontstaan van ja, dat zie ik dan hier weer gebeuren. Dus ja. misschien is dat het weer. Dus dat kan er ook mee, mee ja. te maken. Ja, ik kan me ook voorstellen, want daar begonnen we eigenlijk dit webinar mee, dat, dat je dit soort dingen ook grotendeels kunt voorkomen door heel veel te investeren. Of veel te investeren in beleid en, en cultuur en die veiligheid. Zodat je als het moment daar is, dat er eens een keer iets besproken moet worden, dat, dat de geesten daarvoor rijp zijn. Want als je ik kan me voorstellen dat als dat nog niet zo is, hè, dat je nog. Um, en dus op incidentbasis moet werken, ja, dan wordt het allemaal per definitie heel spannend. Want dan moet je als hr professional dat gesprek aan met die persoon. Mm. En uh, sociale veiligheid is nog helemaal niet besproken binnen de organisatie. En dan ga je naar die leidinggevenden toe en dan zeg je: joh, uh, hoe, hoe runt de tent uh, hier? Nou, en dan weet je, uh, nou, dan gaat iedereen denk ik in, uh, in de verdediging. En dan wordt het probleem alleen maar groter. Dus, uh, maar wat, wat ik echt wel gezien heb, hè, dus, dus wij uh, faciliteren teamsessies. Ja. Overigens uh, he, is, is, is er wel altijd nou ja, best wel een drang om het he, voor leidinggevenden om het lekker over de inhoud te hebben. En, dan, ja. he, he, en gelukkig wordt er steeds meer tijd uh, besteed. Ook aan gewoon verbinden en samenwerken. En hoe werken wij samen he, om, die, om die doelstellingen van dit team te realiseren. Ja. Dus als je een team hebt waar gewoon veel dingen spelen die toch een beetje zo onder dat tapijt worden, worden geschoven. En uh, je, hebt, je faciliteert zo'n teamsessie uh, in een veilige setting. Dan wordt het voor, voelen medewerkers zich ook echt uitgenodigd om toch wat meer te vertellen waar ze last van hebben. Ja. Of het achter ze ja. van hun tong te laten zien. En dan in de ervaring zie je vaak in zo'n dag hè, dat zo'n leidinggevende heeft nou, bewust gekozen om aan de samenwerking met het team te werken. Dus die leidinggevende ervaart ook veel meer ruimte om echt te kunnen de medewerker erin te kunnen erkennen en echt te horen wat er nou gezegd wordt. Ja. En dan zie je in één keer dat het, dus daar waar het toch wat onveiliger was, omdat medewerkers niet alles meer durven te zeggen. Uh, in één keer best wel veel dingen uitgesproken zijn en een hele mooie basis ligt om vervolgens op te kunnen voortbeduren. Ja, ja, ja. Dus ja, okay. het voorkomen. Hè, dus dat je niet dus dat soort kleine. Wat jij volgens mij net in het begin zei, dat ze kleine voorvalletjes enorm gaan opstapelen tot mm. een onveilige situatie. Je wil ja, dat proces veel eerder zijn. Dus ja, ik zou echt pleiten dat leidinggevende echt tijd blijven besteden. Niet alleen maar wat zijn mijn doelen, doelen en, maar vooral ook hoe gaan we die realiseren met elkaar. En onder ja, wat heeft ieder daar ook in nodig, zodat je echt op de verbinding en de samenwerking gaat zitten. En, ja. Ja, dat vraagt een tijdsinvestering, maar dat levert je uiteindelijk heel veel tijd op. Omdat die doelen ook zoveel makkelijker worden gerealiseerd. Ja, oké. Okay. Dat is een mooi bruggetje, want uh, we zijn bijna door de tijd heen. En ik wil oh. toch nog heel even verder over die leiders uh, en over het management in een organisatie. Um, dus nog even de oproep aan de kijker om te reageren op de volgende stelling. Dat sociale veiligheid primair de verantwoordelijkheid is van um, het management. En dan vraag ik in de tussentijd aan Mernouch... Hoe zie jij die rol van uh, leiders en managers binnen een organisatie voor, die, uh, die veiligheid? Ik denk dat leiders een leidende rol hebben in het bevorderen van sociale veiligheid. Ja. En dat zij met hun met de keuzes die ze maken en beslissingen die ze nemen, de toon kunnen zetten voor een veilige organisatie. En als we het specifiek hebben. En daarnaast wat ook belangrijk is om te benoemen, hè, ook die leiders met de grote verantwoordelijkheid zijn ook mensen. En uh, ze hebben ook hun eigen thema's en ook andere verantwoordelijkheden. En dit komt er dan ook bij. En niet iedereen is, uh, het, voor sommigen is het nieuw. Uh, maar in het kader van sociale veiligheid uh, mag, er, mag je van een leider verwachten dat ze bewust zijn. Uh, en die bewustzijn ook. Bewustzijn ook tonen. Ja. Eh, dus dan als je het hebt over eh, die, die subtiele vormen van grensoverschrijdend gedrag, daar je bewust van zijn. Dus die fijne gevoeligheid hebben ja. om dat te kunnen opmerken en ook uh, uh, interveneren. Dus wanneer je iets opmerkt, dat ook benoemen. Ja. Eh, soms hoef je niet gelijk een grote actie te ondernemen, maar wel laten weten dat je dat gezien hebt. Ja. Uh, wanneer uh, je een melding krijgt, bijvoorbeeld van een medewerker, dat serieus nemen. Uh, het is vooral belangrijk. Om kansen voor deescalatie niet laten liggen. Ja. En dat kan je doen wanneer je in contact bent. Dus het gaat niet alleen om de melding, maar het gaat ook om de melder. En uh, die moeten vaak over een bepaalde drempel heen om iets te melden. Dus die willen bijvoorbeeld wel snel terugkoppeling. Ja. Hè? Ja. Niet lang wachten. Dus okay. de Kleine acties ja, kunnen mooi, echt. Uh, een mooie oproep is dat, aan, aan de leiders binnen de organisaties. Um, en we zijn door de tijd heen, maar ik wil toch ja. even vijf minuutjes extra nemen. Dus uh, voor de mensen die <laughs> een, een, uh, een harde stop nu hebben, uh, zou ik zeggen, ik hoop dat je nog eventjes vijf minuutjes hebt. Um, maar je kan ook straks uh, terugkomen en de laatste vijf minuten van dit, uh, van dit webinar uh, kijken. Die blijft gewoon openstaan op LinkedIn. Um, want ik wil ook nog even de tijd nemen voor die HR professional en voor de rol die die uh, heeft um, op dit onderwerp. En dan wil ik bij jou beginnen Sonja. Hoe zie jij uh, de rol van de HR professional op sociale veiligheid? Uh, nou, ik denk wel aansluitend wat Marnoes zegt. Dus aan de ene kant is haar er wel verantwoordelijk uh, hè, dat er beleid uh, komt. Mm -hmm. Ik denk dat je in de organisatie moet kijken welke hè, bewustwording, welke training, welke interventies je moet doen. Zodat je uh, um, hè, dus in de cultuur een, een verandering uh, realiseert. En dat hè, kun je opnemen. Hè, er zijn heel veel... Interventies al gaande in organisaties, lopen veel leiderschapsprogramma's of cultuur. Maar ik zou echt in elke interventie die je doet op een HR-thema, of het nou over zuim gaat of over uh, leiderschapontwikkeling, of nou ja, wat dan ook, zou kijken of je het onderwerp sociale veiligheid ja als basis daarin wel echt mee kunt nemen. En ik denk in de ervaring, ik denk dat het belangrijk is dat leiders dat empathische stuk wel meer en meer gaan uh, ontwikkelen. Dus daar zou ik wel uh, 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 aandacht bij hebben. Ook in leiderschapsprogramma's uh, die, uh, uh, ja, ja. die je inkoopt of die je hebt in je organisatie. Ja, ja. oké. Okay. Maar neem niet weg dat, dat, dat er denk ik ook echt iets te doen is. Dus aan beide kanten. Zowel bij medewerkers. Hè, dus daar ligt ook een stuk leervermogen wat nou nog onbenut is. En op het leiderschap ligt denk ik een stuk wat onbenut is. Dus ja. ik denk dat je. Uh, dus ik ben t, ja, leiders gaan voor. Dus dat is ook super belangrijk. Die moeten ook het voorbeeld geven. Het water stroomt eenmaal van boven naar beneden. Dus daar moet je beginnen in je organisatie. Maar ik zou zeker de medewerkers niet vergeten om hen ook vaardigheden te leren, zodat ze makkelijker dingen in gesprek kunnen brengen. Duidelijk. Wat kan jij als het ontwikkelhuis zijnde. Uh, Bieden op dit onderwerp? Nou, ik denk dat het belangrijk is om te weten dat uh, ook wij dit soort thema's wel vlechten in uh, alle instrumenten die we hebben. Ik denk dat het goed is om twee dingen te benoemen. We hebben een team transitiemethode, wat leiders met hun medewerkers uh, kunnen doen, okay. waarin hè, dus, dus het includeren van alles. Nou ja. Wat vaak niet besproken is, of wat vaak uh, uh, ja, soms ook weggedrukt is, gewoon echt plek krijgt en waarin je gezamenlijk gaat ontwikkelen. Dat doe je aan de ene kant wel met de doelstellingen die je ook met elkaar wilt realiseren, maar vooral ook van hoe je dat met elkaar wilt doen. Dus mm -hmm. hoe je met elkaar wilt samenwerken, hoe je ook samen lekker werkt. Aan de andere kant hebben we een, um, een groeiversneller. Ja. En dat is een methode die. Juist medewerkers eigenlijk leert andere perspectieven uh, te bekijken. Dus vanuit casuïstiek, en dat hoeft niet casuïstiek te zijn over onveiligheid, maar wel casuïstiek, casuïstiek over wat je lastig vindt of wat je ongemakkelijk vindt. En in die casuïstiek uh, continu leren andere perspectieven in te brengen. en te voelen van: oh ja, waar ligt nou mijn sleutel? dat ik er ook daadwerkelijk verandering in kan aanbrengen. Ja, ja. duidelijk. Dus dat zijn uh, allemaal methodieken om. Uh... Het op de agenda te krijgen, uh, niet te groot, niet te klein. En daar um, gewend mee te geraken. En ja. te kijken of je op die manier kunt bijdragen aan ja. een sociaal veilige organisatie. Als je ja. zo mag samenvatten. En niet te vergeten, de hè, als er uh, interesse is, uh, dan uh, gaan we in ieder geval een uh, masklas doen uh, voor sociale veiligheid. Hij ja. zit in onze HBP-opleidings, maar ik kan me voorstellen dat sommigen echt op dit onderwerp echt meer willen weten. Ja. Nou, ik heb nu de, de QR-code die staat in het scherm, dus die kan je gebruiken um, als je interesse hebt om met uh, het ontwikkelhuis verder in gesprek te gaan over wellicht een, een workshop met Mernoes ja. of uh, welke actie dan ook om die sociale veiligheid binnen jouw organisatie uh, te vergroten. Um, en dan is het um, het slotwoord aan uh, Mernoes is er nog iets uh, wat jij graag de HR-professional zou willen meegeven voordat we uitzwaaien? Nou, misschien uh, is het nog belang belangrijk om, om het normaal te benoemen. Hè? Dat het, uh, gaat, het gaat niet alleen om uh, de procedurele stappen die je kan zetten, maar denk ook aan de mens, menselijke kant uh, van het verhaal wanneer een melding binnenkomt. Niet alleen gelijk naar het protocol, maar ook de mens voor je. Het spreekt voor zich, maar soms kunnen we zo bezig zijn met het goed willen doen dat we vergeten dat, dat iemand bijvoorbeeld op een reactie wacht. Ja, ja. Dat. Duidelijk. Noes, ik vond het een heel interessant gesprek. Dank je wel dat je er was. Uh, Sonja, jij ook bedankt uh, voor jouw bijdrage vandaag. Iedereen die gereageerd heeft ook bedankt. Dan ga ik uh, als, een, als, een, als een malle, ga ik nu een winnaar. Van de beste vraag benoemen. En die gaat in dit geval, want toen keken jullie het zenuwachtigst yeah. bij de vraag van Liz. Liz. Dus Liz, als jij je inschrijft voor de workshop, dan, dan krijg jij korting daarop. Dus ik zie jou daar graag terug. En voor de rest die geluisterd en gekeken heeft, heel leuk dat jullie erbij waren. En graag tot de volgende State of the Art HR. Tot de volgende keer.